gesprek met Martijn Masterbroek van de Telstar. Ik heb een vraagje. Wij hebben begrepen dat in de wijk Keizershof in Pijnakker, daar is van de week ook een ronde gereden door de afvaldienst. En de bakken die zeg maar te vol waren, waar er wat zakken uitstaken of waar de klep half open stond, daar heeft het personeel van Avalex de zakken op de grond gegooid. Volgens wel de bak gelegen, maar de zakken die zeg maar overtollig in de bak zaten, die hebben ze gewoon op de grond gegooid. En dat gaat om tientallen zakken. Is dat normaal beleid? Of? Nou ja, er kunnen twee dingen gebeuren. Of ze legen de container helemaal niet. Of alles wat zeg maar niet overtollig is, inderdaad, zetten ze daarnaast en ze legen de rest van de container wel. Oké, maar ja, in dit geval ging het om tientallen zakken die daar nu op de grond liggen. Is dat dan aan de bewoners zelf om dat op te ruimen? Of? Ja, bewoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen vuil. Oké. Ja, het schijnt er nu al een beetje een zootje te zijn. Meeuwen die de zakken openpikken. En... Ja, wat u anders het beste kunt doen is naar de gemeente, afdeling handhaving. En die zouden dat dan op moeten ruimen? Die gaan ermee aan de slag. Oké, maar het is dus wel normaal beleid als de bakken zeg maar te vol zitten, ja, dat dan het overtollige afval op de grond wordt gelegd, of gegooid? Dat, of helemaal niet leeg, dat hadden ze ook kunnen doen. Oké. Heeft u veel klachten ontvangen of valt het wel mee? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik heb geen idee, we zitten hier met zoveel mensen. Ja, oké. Nou goed, helder verhaal. Het hoort dus bij het beleid van Avalex. Oké. Ja. Dankjewel. Alstublieft. Ja hoor. Dag.